Hallo, het is vrijdagmiddag 4 uur en live vanuit de lokhal die weer open is, is dit Tilbuzz. Dat was mijn intro-ontgroening, dus echt een hele ochtend op dit oefenen. Hey, we zitten hier vandaag met een hele leuke en ook een beetje een nieuwe groep. We hebben vandaag een nieuwe medepresentator en dat is Halima Özen. Goedemiddag. Ik zit hier een beetje met een dubbele agenda, want we proberen Halima al heel lang over te halen om ook mee te presenteren. En Halima had heel druk, wat ja, super logisch is natuurlijk. Maar vandaag gaat zij dus voor de eerste keer een keer mee presenteren. En mijn dubbele agenda is dus vooral dat Halima het zo leuk vindt dat ze straks zegt, yes, ik wil dit elke vrije dag doen. Dus ik ga extra mijn best doen. Nou, dat wekt wel verwachtingen, ja. Zeg maar. Want straks zijn de luisteraars enorm teleurgesteld. En denken van, nou jongens, laat maar. Maar dit brengt me wel op een idee dat inderdaad als luisteraars het nu leuk vinden, dat ze dus even een berichtje naar Instagram moeten sturen, naar de mail van We Want Halima. Oh, wauw. Okay, dus nou. Let's go. In ieder geval, we hebben dus Halima. Daarnaast hebben we ook Maud. Dat is de dame van de techniek. Yes. En die zit eigenlijk achter de knoppen en te zorgen voor alle kekke jingles. Maud zit ook in Clubhouse. Dus dat wil zeggen, yes. Ben je nou aan het luisteren? Wil je iets kwijt? Wil je even inbreken? Wil je iets vertellen over wat je deze week hebt gedaan of wat er deze week te doen staat? Kom dan even in Clubhouse en laat van je horen. Daar zitten ook Loet en Piet, mijn medepresentatoren, als het goed is. We hebben Piet inderdaad, die is aanwezig. Ik weet niet of die iets kan zeggen. Want Piet... Hey, goedemiddag. Kijk. Hallo allemaal. Hey Piet, waar ben je? Ja, ik sta nu in mijn huis en we hadden het dus vrij vandaag. Dus ik zit straks bij de barbier du Nord. Ik word gedaan, mijn baard wordt getrimd. Wauw. Oh, wow. Je baard wordt getrimd. Nog een speciale stijl? Ik hoop casual chic. Nee, ik heb er helemaal geen verstand van. Nou, goed. Dus kunnen we die foto ook wel posten? Een voor- en na-Piet. Goed, jouw ideeën voor Piet zijn baard stuur ze ook door via Facebook. Ja, en dan komt Piet het hier aan het eind van de uitzending even laten zien. En we wachten nog op Loet. Loet die komt straks ook. Ja. Nou ja, last but not least hebben we hier ook aan tafel Hodo Hassan. Hallo, welkom. Goedemiddag, hallo. Leuk dat je er bent. Ja, fijn dat ik mocht komen. Ja, zeker. Maandag belde ik met Halima over wie gaan we uitnodigen voor aanstaande vrijdag en waar moeten we het over hebben. En toen zei Halima, Hodo. Punt. Dus ja, Halima, vertel waarom jij Hoda zo graag uit wilde nodigen. Nou ja, zal ik me heel even kort voorstellen. Dan weten mensen ook even wie ik, zeker, wat ik ben. Maar misschien snappen ze dan ook het lijntje. Ik ben in de lokhal, maar ik werk eigenlijk ook voor de bibliotheek. Daar ben ik programmamaker voor het Food Lab en de jeugdprogrammering. En daarnaast doe ik heel veel op het gebied van sociaal-maatschappelijke thema's. En sinds dit jaar ben ik dus ook projectleider diversiteit en inclusie binnen de bibliotheek. En dus ik verdiep me heel erg in dat thema. Ja. En toen zag ik eigenlijk in een berichtje langskomen dat onder andere Hodo, maar ook Mone, dat jullie iets willen opstarten is start in Tilburg. Nou, ik was laaiend enthousiast, want ik vind dat diversiteit en inclusie echt ook een plek nodig heeft in deze lokale samenleving. Dus ik wil er heel graag meer van horen en ook graag dat delen met onze luisteraars. Ja, heel mooi. Dus welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je erbij bent. Ja. En praat ook gerust, meegezellig en tijdens de uitzending. En even kijken, want we zouden het graag even met je hebben over Full Color. Want dat is iets dat jij hebt opgezet, recent in Tilburg. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Full Color Tilburg is een burgerinitiatief. Heb ik samen opgericht met Moon Fung. Dat is een oud collega van mij. En het is eigenlijk ontstaan door gesprekken die wij hadden. En die we gewoon spontaan met elkaar hadden. We hadden elkaar even niet gesproken. En toen kwam het gesprek over diversiteit en inclusie. En over Tilburg en hoe wij dat zien. En eigenlijk is het gesprek begonnen over de dingen die wij missen. Hè? Als je kijkt naar Tilburg, zo'n grote stad, zo'n mooi divers stad. Waarin bijna 30% van de inwoners een migratieachtergrond 30%? Heeft. 30%? Ja, waarvan bijna 18% een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Tegenwoordig is dat zuidelijk, hè? Je mag zuidelijk. Niet, ook niet-westers is ook weer... Nee, dat is ook alweer achterhaald. Oké, heel goed. Take notes, ja. Ja. Maar daar is eigenlijk het gesprek mee begonnen. Dus, en wij hadden zoiets van, nou, goh, misschien moeten we daar eens iets mee doen.
doen. Hè? We hebben allebei best wel een goed netwerk, een groot netwerk. We kennen Tilburg. In plaats van gaan zitten mokken van dit is wat wij missen en waarom gebeurt er nou niks en ja, wanneer komt er nou een keer iets, hebben we besloten om ja, de stoute schoenen aan te trekken en hetzelfde te gaan doen. En met het idee van iedereen ja, moet zich kunnen herkennen in Tilburg. Ja, want als je het hebt over diversiteit en inclusie, Hodo. Want voor ons is dat misschien iets een term wat heel erg heel veel invulling heeft. Hè? Mm-hmm. Maar voor heel veel mensen betekent dat iets heel abstracts. Zou je jouw definitie daarvan kunnen geven? Wat is diversiteit en inclusie? Waar hebben we het dan over? Nou, we hebben het ja, wat mij betreft over dat we ons zelf kunnen herkennen en meedoen en dat het ook zichtbaar is in alle facetten wat de stad te bieden heeft als we het over Tilburg hebben. Het meedoen, ja, representatie. En waar mis je die dan in de stad het meeste? Want je zegt, ja, er is 30% in Tilburg niet van origine Nederlands. Maar waar herken je dat het meeste? Dat het ontbreekt. Nou, als je eens kijkt naar het publieke domein, hè, bij de politie, bij de gemeente, waar je ook komt binnen de cultuurwereld, het aanbod ervan, ja, dan mis je toch wel een hoop. Er is een hoop te doen als je kijkt naar de wijken Tilburg Noord of West. Heel veel initiatieven rondom ja, activatie van jongeren. Mm-hmm. Die met muziek en met van alles bezig zijn. Maar dat is niet altijd even goed zichtbaar. Terwijl er best wel hard gewerkt wordt. Terwijl er heel veel talent rondloopt in Tilburg. En ja, dat is jammer. Hoe ga je, want jullie hebben nu dit, is het een platform? Of het hoe mag ik het noemen? Het is een platform, ja. Op welke manier gaan jullie proberen om dat wel naar boven te krijgen? Want dat is natuurlijk wel een hele uitdaging. Ja, nou ja, ja, we beginnen gewoon bazaal. Hè. We hebben onze eerste bijeenkomst aankomende 10 juni. Ja. Dat is een digitale bijeenkomst. Daarin gaan we eigenlijk een beetje op zoek. En wat is er in de stad en waar verdient het, waar mag er verbetering in ja, komen? Ja, als ik je zo goed begrijp, dan wil je ook een soort bruggenbouwer zijn tussen allerlei initiatieven die er misschien al zijn. En dat veel meer een soort aan elkaar koppelen of een podium geven. Ja, ja zeker. En wij hebben wethouders, of tenminste wethouder Dols die komt. We hebben er komen allerlei sprekers, ja. Er is een presentatie. Ja, tof. Ja, aan de ene kant inclusie en diversiteit te vieren, maar aan de andere kant ook om te kijken wat hebben we nou eigenlijk nodig in deze stad. Ja, want dat mooi. Is tegelijkertijd wel even een gevaar. Ja. Hè? Diversiteit en inclusie vieren. Volgens mij zijn we wel een beetje dat station van het multiculturele feestje zijn we eigenlijk wel een beetje ja, het is niet voorbij. Alleen, hè? Ja. Ja, het is niet alleen feest. Hoe zorg je ervoor dat die mensen dan, dat er dan ook echt op alle lagen een kruisbestuiving is? Ja, nou ja, daar beginnen we nu dus mee door het bevragen van wat er niet is en hoe we dat dan wel met z'n allen zouden kunnen bereiken. Ja. En wij doen hierin ook een soort van een handreiking. Hè? Hoe je bijvoorbeeld een inclusief beleid kunt samenstellen vanuit de gemeente. Er komt een spreker van Diversiteitscentrum Echo. Meri Topan van die instelling komt een presentatie geven hoe je inclusie kunt implementeren in bijvoorbeeld een gemeente. Ja, laten we daar straks inderdaad verder over hebben wat er precies die tiende staat te dat gebeuren. Jullie, ja, maar gaan doen. Het is sowieso heel tof wat je zegt van je kunt er wel over blijven klagen, maar dat jullie echt zoiets hadden van wij gaan hier echt iets aan doen, zeg maar. Ja. Dus dat is echt een heel, klinkt als een mooi begin. Even kijken, want we hebben namelijk, als het goed is, Ben Smit van City Marketing, die ons een Tilburgse update gaat geven over alles wat wij wat er te doen staat de komende week in Tilburg. Ben, are you there? Hey, dames. Hallo. 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 Ik mis de mannen. Ja, we hebben even een takeover gedaan, Ben. Het gebeurt dus vaker dat alleen maar mannen zitten, heel toch? Bijzonder dat jij hier mag zijn vandaag. We maken voor jou een uitzondering. Ja,
Er is altijd een underdog ergens. Ja, precies. Jullie, dit is de podcast Kaapstad van Tilburg. Precies. Hey, heb jij voor ons een Tilburgse update? Ja, maar wij hebben een lang weekend voor de boeg. Yes. En de regels zijn wat versoepeld, dus het gaat vooral allemaal om eten en drinken. Ja, tuurlijk. En ja, voor de liefhebbers die bijvoorbeeld, laten we zeggen, de frikandellen niet uit de weg gaan en een jaar voorraad aan frikandellen willen winnen, ja, die moeten gewoon meedoen met de frituurloop. Amber vertelde dat ze vanmorgen begonnen was met frikandellen. Frikandellen dus ik zou zeggen, doe mee. Nou, sorry, is de frituurloop? Morgen, ja, wij hebben zaterdag, zondag en maandag de frituurloop. Nou, zoek het maar op Facebook en internet. Je vindt het allemaal. En je kunt op verschillende locaties kun je van snackbar naar snackbar wandelen. En die wandeling is dusdanig dat je die eerste snackbar afwandelt. En dan pakken we de volgende. En je krijgt, schrijft je in voor €4. Je krijgt quizvragen onderweg, je sauzen en allerlei drankjes. We moeten toch met z'n allen iets gezonder gaan leven, zo met corona en zo. Wat is deze nou? Het eigenlijk een soort hapstapfestival, maar dan voor de snacks. Ja, nou letterlijk hapstap deze dus. Maar ik kan allemaal wel zo kritisch doen, maar ik ga waarschijnlijk wel meedoen hoor, als ik dit Nou, ik ook. Ja, ik ook. Dit is echt geweldig. Dus maar goed. Over eten gesproken. Je hebt... kijk maar gewoon even op alle platformen van City Marketing en dan vind je wat er allemaal dit weekend te doen is. Maar je kunt champagne ontbijten, je kunt bierproeverijen doen, om maar wat te noemen. En binnenkort verwacht ik iets heel bijzonders bij Villa Vredelust, want daar gaat meneer Ron Blauw zich bemoeien met een nieuw concept. Wauw. Net zoals ze dat ook bij, ik noem even een paar andere, anders kijk ik op mijn meter. Net zoals bij de Druivenbos op televisie allemaal te zien is. Wat leuk. Dat was ook een tv-programma dan? Dat is een tv-programma. Nou, wie weet dat dit ook zich vertaalt naar iets heel bijzonders. Maar dat zou wel tof zijn, want dat is een geweldige mooie locatie. Ja, goed. En dan een ander soort eten misschien even noemen. Om af te sluiten, onze Tilburgse concertzaal, dat wordt gewoon de nieuwe Red Light District. Ja, maar daar Tilburg hebben we straks iemand voor in de uitzending, dus dan mag jij nog niet zo ik zeg, spoileren. Ik mag daar ook kleine niet spoiler, kleine spoiler. Mout, klein bruggetje. Hey, dankjewel. Echt toffe ideeën, het is allemaal niet super gezond. Ik dacht ook wel, misschien moeten mensen weer gaan sporten of zo, maar jij houdt het even bij frikandellen en champagne. Nee. Te gek. Dit weekend alleen maar eten. Oké, te gek. Dankjewel, Ben. We gaan het allemaal doen. Dankjewel. Dag. Nou, en dan, we zitten hier nu natuurlijk in de Lokhal. Daar mag niemand ontgaan zijn. Normaal zitten we hier, dan is het hier extreem uitgestorven en rustig. En daardoor ook wel een beetje sad eigenlijk. Maar nu zitten hier wel geteld toch wel wat mensen om ons heen. En er is weer wat reuring, dus dat is super fijn. Ja, voor jou ook fijn als programmamaker in de Biep? Ik heb hier een aantal keren echt in de absolute stilte en leegte rondgelopen. Ook wel heel... heel bijzonder om mee te maken, maar het feit dat hier weer mensen rondlopen en dat ze zitten snuffelen tussen de boeken, dat is gewoon, dat is zo fijn. En voor ons ook, want we zien heel veel mensen ook nieuwsgierig naar ons kijken. Hè? Het is wel extra druk inderdaad, maar heel gezellig. We hebben het vormt ook gelijk een studieplek weer, hè? Ja, zeker. Zeker. Ja. Maar, en we hebben ook Angelique de Kort aan de telefoon. Ja, nou, daar hebben we een klein probleempje, een productiefoutje. Oh, jee. Want er staat, we hebben geen Clubhouse en we hebben geen nummer. Dus ik vraag even aan... Als jij, hier is het nummer van Angelique, dan gaan we zo bellen. Krijg ik een papiertje? Ja, Angelique de Kort is manager van Lokhal. En zij heeft zich de afgelopen tijd wel heel erg intensief ingezet samen met haar team om hier de boel in ieder geval veilig te maken en toegankelijk voor iedereen. Ja, nou, dan gaan we eens kijken of ze op wil nemen. Nou, dat lijkt me wel. Volgens mij zit ze klaar. Angelique de Kort. Hi Angelique, met Amber. Hallo. Hey, hey Angelique. Hi. Hoi Alima. Angelique, leuk om met jou te bellen. Wij zitten hier in de Lokhal. Weet ik. En ik ben net binnengekomen, heb mezelf netjes geregistreerd. Heb ik een soort route gelopen. Ik zie hier allerlei mensen heel netjes op afstand, heel vrolijk in boeken snuffelen. En wij zitten hier heel veilig achter een soort hek, zeg maar, met onze radio... studio. Het ziet er allemaal heel goed georganiseerd uit, om het maar zo te zeggen. Hoe hebben jullie dit de afgelopen tijd aangepakt?
We hebben natuurlijk wel ervaring opgedaan afgelopen jaar in het, of het sluiten en het heropenen van de bibliotheek. Dus eigenlijk hebben we als organisatie aan het begin van de coronatijd een projectgroep ingesteld. De anderhalve meter bibliotheek die projectgroep. En die projectgroep die is belast met het vertalen van de overheidsrichtlijnen en de richtlijnen die wij vanuit onze landelijke branchevereniging krijgen naar onze vestigingen, naar de bibliotheken. En iedere bibliotheek heeft een contactpersoon, anderhalve meter biep, en die gaat vervolgens praktisch aan de slag. En dat ben jij? Sorry? En dat ben jij in de lokaal? Nee, ik ben de manager van de lokaal en Anneke is de contactpersoon daarin, zeg maar. Dus die doet al het praktische werk. Ik ben wel de opdrachtgever voor de organisatie voor het project anderhalve meter piep. Dus ik ben er wel heel nauw bij betrokken. En aan jullie dus de nobele taak om die puzzel te gaan leggen van hoe kunnen we weer binnen de maatregelen opengaan en hoe moeten we dat in godsnaam vormgeven, kan ik me voorstellen. Ja, en hoe kunnen we er zoveel mogelijk uithalen? Hè? Want natuurlijk willen we ons aan die maatregelen houden, maar we willen ook zoveel mogelijk zijn voor de inwoners van de dorpen en de steden waar wij zitten. Ja, want Angelique, ik had begrepen dat dat voor ons geldt, of in ieder geval voor de bibliotheek geldt, dat één persoon 25 vierkante meter, dat zo de berekening is per persoon. Nou is dat in de lokhal nog prima te doen, want ik weet niet precies hoeveel mogen er in de lokhal? Op basis van 25 vierkante meter mogen er 350 mensen in het publieke deel van de lokhal zijn. Dus exclusief seats to meet en de kantoren. Dat is ook best veel. Ja. En hoe geldt dat hoe is dat voor die kleine, weet je dat? Hoe geldt dat voor die kleine bibliotheken dan? Die echt nog niet. Nou ja, als je naar het Wagnerplein kijkt, dan mag je nu 28 mensen binnen hebben. Dat is dan eentje waar ik het voorbeeld zo van voor ogen heb. En, maar dat zijn er dus weinig. Als je dat gaat vertalen naar 10 vierkante meter, dan loop je dus echt een heel eind terug in mensen die gelijktijdig aanwezig mogen zijn. Ja, en is het voor jullie, ben je blij dat je weer open mag of is het juist echt een gigantisch gedoe op dit moment voor jullie? Super blij. Ja? Oh, gelukkig. Ja, super blij. Nee, natuurlijk. De hele week al, eigenlijk sinds de boodschap op tv kwam dat we de 20e open mochten, was er een andere vibe. Ik ben natuurlijk altijd in de lokhal, maar dat was een totaal andere vibe in de lokhal, alsof we op een soort van schoolreisje mochten of zo. Ja. Iedereen was opgewonden en iedereen was ook ging alles mee opruimen en klaarzetten en vriendelijk maken weer. Want het was natuurlijk ingericht op onze werksituatie en niet meer op het ontvangen van mensen. Dus overal lag van alles. Ja. En nu ziet het er gewoon weer uit als een bibliotheek. Ja, zo min mogelijk linten. Jullie zitten wel een afgeschermd stukje, dat weet ik. Ja, wij zijn ook heel gevaarlijk. Dat heeft dus te maken met die strenge maatregelen. Ja. Hey, en Angelique, ik heb nog één vraag voor jou. Want hoe kijk je terug op de afgelopen tijd? Hebben jullie er ook iets moois uit meegenomen of iets van geleerd? Of denk je gewoon, vooral vreselijk dat we dicht waren. Het is sowieso altijd jammer dat we dicht zijn. Blij dat we met de afhaalbiep, zeg maar, mensen die graag lezen, toch nog van dienst hebben kunnen zijn. Overigens een service die we ook natuurlijk live bieden in de bibliotheek. Hè. Dus wil jij een verrassingspakket, kom dan naar de bibliotheek en ga met onze medewerkers in gesprek. Dan stellen zij daar een pakket voor je samen. Tof, ja. Dat kunnen we natuurlijk altijd. Alleen, daar wordt dan niet zoveel de aandacht op gelegd. Maar dat doen we natuurlijk wel. Ik denk de aandacht voor elkaar. En misschien toch ook wel het even wat minder hard lopen met z'n allen. Dat het ons daar ook al iets gebracht heeft. Ja, maar dat is niet alleen in de bieb. Dat is denk ik in de wereld. Juist. Maar goed, en we gaan ook normale dingen zoals een bibliotheek gewoon weer extra waarderen. Ik denk dat heel de stad waardeerde de lokaal al heel erg natuurlijk. Maar dat we dat nu nog extra gaan doen. Dus heel fijn om hier weer te zijn met meer mensen. Mag ik nog een vraagje stellen? Oh ja, tuurlijk. Gaan jullie programma's ook voortzetten? De activiteiten zijn niet toegestaan. Die mogen nog niet. Nee. Die mogen alleen voor kinderen tot en met 12 jaar. Omdat die kinderen ook geen anderhalve meter afstand hoeven te houden. Hoeven daar ook geen 25 vierkante meter voor te reserveren. Voor volwassenen is in stap 2 nog niet toegestaan. Hopelijk in stap 3. En wanneer kunnen we die verwachten? Dat weet ik niet. Dat ligt aan het kabinet. Dan moeten we Hugo de Jonge even bellen. Juni. Even masseren. Wout, kun jij Hugo even bellen? Zeker. Ik heb hem in de contactenlijst staan. Dus Markie? Ik zal hem zo even. Nou, te gek. Hey, dankjewel Angelique. Heel fijn om hier weer te zijn. Dankjewel. Oké, dag. Doei, doei.
Ja, dat is wel bijzonder om te horen. Hè, hoeveel er eigenlijk achter de schermen gedaan moet worden. Om te zorgen dat, dat we eigenlijk aan de voorkant er zo min mogelijk van merken. Hè? Ja, en dat jullie al die tijd ook gewoon zijn blijven werken natuurlijk. Ook al was de bibliotheek dicht. Ja, dat is altijd wel bijzonder. Want mijn collega's die kregen ook vaak het horen van... Nou, je bent ook dicht, jullie zijn lekker vrij. En wij hadden zoiets van bezweet aan alle kanten. Ja, dus dat was heel altijd de dag thuis te zoomen en te overleggen. Ja, optie A, optie B, optie C. Maar ja, dat is natuurlijk in al die sectoren. Maar dat is inderdaad wat je zegt. Wat er allemaal achter de schermen moet gebeuren om iets weer gewoon een beetje... Ja, de programmering moest allemaal online. Dus je komt met in een hele nieuwe wereld met techniek. En dat... Ja, dat is toch wel bijzonder. Ja. Maar net hadden we het ook, jij noemde het al, hè? We hebben jou heel even afge... we zijn even ergens anders toe gegaan, maar wij hadden het over 10 juni, hè? De kick-off van jullie initiatief. Neem ons even mee, wat gaan jullie doen? Zoals ik al zei, hè, we hebben een programma van 2 uur. Daarin hebben we meerdere sprekers. Onder andere iemand van Zet Je In, Lakisha, die komt vertellen over haar initiatief. Die is een burgerinitiatief gestart een tijdje geleden. Is dat ook een lokale organisatie? Nee, zij zitten in Rotterdam. En zij hebben, als ik het goed heb, in Rotterdam, ja. Zij heeft samen met twee vriendinnen, zijn zij een petitie gestart om racisme op de kaart te zetten. Dat het racisme binnen het onderwijs, bespreekbaar te maken en in het onderwijs op te nemen. Dat is door de Tweede Kamer aangenomen en dat is nu een feit. Oh, wauw. En daar komen zij het een en het ander over vertellen. En zo zie je maar ook hoe goed en groot een burgerinitiatief kan zijn. En dat het een toegevoegd waarde heeft. Dus dat het ook echt ertoe doet om actief mee te doen. Ja, absoluut. Dat het zin absoluut. Heeft. Ja. En dat merken wij ook wel hoor. Want er zijn Monfung en ik zijn daarin samen begonnen. Maar ondertussen zitten we wel met een clubje mensen die van alles met ons en voor ons doen. Ja. En dat is echt heel tof om te zien. Ja, en ik zag dat onze oude stadsdichter ook op het programma. Maar stond. Klopt. Wauw. Onias die komt de opening doen. Onias Landveld is dat, hè? Ken jij hem, Amber? Ja, zeker. Tuurlijk, Hij staat hier in de bibliotheek. Is een hele mooie portret van te vinden. Hey, en wat ik ook op LinkedIn bij jullie las, is dat er heel veel animo is voor die 10 juni. Ja, dus jullie klopt. Even zo, jullie schreven, oké, we moeten het even helemaal opnieuw gaan bekijken. Want we worden een beetje overspoeld. Ja, we waren een beetje overdonderd. Ja, vertel. We hadden het erop gezet en binnen een paar dagen waren er zoveel aanmeldingen. En het is een online event. Ja. En hoeveel mensen zijn en hoeveel mensen hebben we het dan? We hadden gerekend, als we rond de 75 hebben, dan hebben we genoeg. Mm-hmm. Maar dat was dus ver daaroverheen. Inclusief de mensen die we ook uit ons eigen netwerk uit willen nodigen. Dus we hebben heel snel hebben we dat eraf moeten halen. En... Het is een burgerinitiatief. We hebben geen subsidies of wat dan ook. Ja. Het is echt geheel vrijwillig. Dus dat moet ook allemaal in eigen tijd en in eigen uren gedaan worden. En er zijn mensen die dat stukje marketing en communicatie met ons meepakken. Mm-hmm. En het samen doen. Dus we hebben dat eigenlijk eraf gehaald. En, kunnen mensen zich nog wel aanmelden ervoor? Want, dat kan. Hè. Als ze ons dat laten weten, dan kunnen we altijd kijken van hoe kunnen we het nou groter maken. Ze kunnen zich straks, zetten wij het weer, ik denk ergens begin volgende week staat het weer live. Ja, maak even gebruik van dit moment. Ja. Waar kunnen mensen zich aanmelden en... Mensen kunnen een mailtje sturen naar ons. Dat is fullcolortilburg@gmail.com. Kijk, die herhalen we straks op het eind nog een keer. Ja, ze kunnen ons volgen via LinkedIn en daar ook een bericht achterlaten. En sinds kort zijn we ook actief op Instagram. Fullcolortilburg. Ja, mooi. Prachtig om te horen dat daar gewoon je begint iets... Uit een soort eigen motivatie. En dat er dan zoveel mensen meteen dat heel erg omarmen. En daar dus heel blij mee zijn. En ook beamen dat dit nodig is. En dat dit, precies dat. Ja, precies de beste dat. Ideeën ontstaan uit behoeften. Ja. Eigen behoeften. Ja. Ja, mooi voorbeeld. Ja. Ik denk dat het tijd is voor muziek.
Het is tijd voor muziek. Ja, met een mooi verhaal ook nog. Ja, want we hebben... Ja. We hebben Sana Casita aan de telefoon. Sana Casita aan de telefoon. Kijk, of ze... Mij is het Senna. Senna. Hallo. Kijk. Senna. Hi. Senna. Hey, wat fijn dat je even met ons wil bellen en ons wat van jouw mooie muziek wil laten horen. Hey, voor de mensen die jou niet kennen, kun je iets vertellen over jezelf en over je muziek? Jazeker. In ieder geval, dankjewel dat ik uitgenodigd ben. Welkom. Mevrouw. Ja, en ik kom uit Tilburg. Ik ben al jarenlang met muziek bezig. Het is een soort van een uitlaatklep, maar ook een soort van way of life. En ik maak een soort van pop music met heel veel soul. Een stukje hip-hop, want ik rap ook. Top. En en ik ben eigenlijk al jaren bezig. Het is echt meer dan een passie eigenlijk. Ja, want ik kende jouw muziek eerlijk gezegd nog niet. Dus ik ben het gisteravond even gaan luisteren. Maar ik vond het echt heel tof. Dus je hebt er een fan bij. Ja. En heb ik het goed dat jij in het voorprogramma van Beyoncé hebt gestaan? Klopt, ja. Wat? Ja, echt heel wereldberoemd in Kom eigen nou wereld. Kom je nou mee, Maud? Dan was ik wel even iets zenuwachtiger geweest. Ja, we hebben in Tilburg hele bijzondere mensen. Dat is precies wat Hodo ook zegt. Precies. Er zijn in Tilburg hele bijzondere mensen die we gewoon niet zien. Omdat ze dan toch buiten die diversiteit... Maar hoe kom je nou bij Beyoncé? Kijk, dit is al even een tijdje geleden. Ik misschien wel 14, 18 jaar geleden zelfs. Zag ik een musical. Ik werd uitgenodigd omdat ik toen... ik was niet getekend. Ik zat bij een platenmaatschappij. En toen mochten ze keuze maken uit een van de artiesten om de voorprogramma te doen. Wow. En toen hadden ze mij gevraagd dat ik het beste aansloot op haar muziek. Heel tof. Ja. Helemaal starstruck. Ja. Hey, en... Ja, dank je. Ik had gisteren... wat ik ook voorbij zag komen op jouw Instagram en YouTube... is dat jij veel spreekt over jouw strijd tegen kanker, als ik het goed zeg. Klopt. Is dat ook iets dat je... Is dat ook iets dat je meeneemt in je muziek... of waar je muziek over schrijft? Heeft dat invloed op elkaar? Op verschillende manieren eigenlijk. Ik heb vanaf het begin af aan gezegd tegen iedereen waarmee ik samenwerk, dus mijn producer en verschillende projecten, van hey joh, dit is er aan de hand. Maar ik wil vooral veel muziek blijven schrijven, veel optreden. Optreden ging dus eigenlijk niet. Ik heb toen nog net wel één optreden kunnen doen. En met de corona komt het allemaal niet. Maar ik ben echt heel veel studio ingegaan en gaan schrijven. Waaronder dus, waaruit dus ook een single uitgekomen is. Of tenminste, die komt binnenkort uit. En daar heb ik de tekst gaat juist over mijn strijd. Ja. En het is voor iedereen ook wel, hoor. Het maakt niet uit of je hetzelfde meemaakt. Dus je hebt kanker of je hebt een andere ziekte. Of depressie. Het kan alles zijn dat je niet schuilt achter je ziekte. En dat je juist jezelf omarmt. En dat je gaat groeien. En geniet van de sparkles in life. Ja, mooi. Want hoe gaat het nu met je? Even kort. Want jij hebt natuurlijk de strijd tegen borstkanker moeten voeren. Mm-hmm. Hoe gaat het nu met je, Senna? Nou, ik heb dus de chemo achter de rug net. Ik heb ook operatie echt 5 weken geleden gedaan. Ik heb binnenkort ook bestralingen en immunotherapie om de 3 weken. Dus via infuus medicatie en waarschijnlijk nog misschien hormoontherapie. Ja, dat zal ook waarschijnlijk wel moeten de komende 10 jaar. En dat is toch wel best wel heftig. Het gaat nu een stuk beter eigenlijk. Mijn haren groeien weer in de winter. Yeah. Oh, die prachtige bos krullen. Hey, kun je ons iets laten horen? Ja, ik ben nu wel eigenlijk heel benieuwd. Ja. Oh, ik lijkt hem. Nee, we hebben een... Screen made of numbers and symbols, hypnotizing your little stream. Those are ripples of cause and effect. Redirect your thoughts, resurrect your inner gods. An illusion is within your painting. Once you start touching it, your colors start fading. We are all running in circles in this notorious arena. Open it up, open it up, open it up.
Dankjewel. Van kippenvel, hè? Ja, het is echt heel mooi. Dankjewel. Heel gaaf, ja. Hey, heel erg bedankt dat je even met ons wilde praten. En prachtig om te horen. Wij gaan nog zeker veel van jou horen, Senna. Dat hoop ik, ja. Ja. Hey, dankjewel, hè. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Iedereen, Halima ook. Doei. Doei. Hey, en het volgende waar we het graag even over zouden willen hebben, is ook iets heel tofs. Dat is ook op 10 juni. Dus ik moet even kijken. Het is een beetje de battle of... We moeten even kijken wie er een beter verhaal heeft. Maar ja, er zijn genoeg mensen in Tilburg om ons over twee evenementen te verspreiden. We gaan even bellen met Lois de Jong. Ik weet niet of hij al onder de telefoon hangt. Bijna. Ah, te gek. Hij organiseert een pitch night voor jongeren in Tilburg. En nou moet ik hem introduceren zonder dat ik heel zijn verhaal steel. Dus ik ga even dan gaan we maar gewoon bellen. We bellen hem gewoon, hè. Ja, het is wel heel erg leuk, hè, heel, dat soort initiatieven. Precies. Ik word er heel, heel blij en gelukkig van. Precies, en er lopen volgens mij heel veel... Hallo. Lois. Hallo. Welkom. Hey, welkom bij de Tilbus. Elmer durfde net niet te veel introductie te geven. Omdat ze bang was dat ze de wind beneath your wings wegkaapte. Dus ja, op 10 juni is er een pitch night, heb ik begrepen. Vertel ons wat dat is. Oké, de pitch night is een hele toffe avond. Die vindt bij Helikon plaats. En daar krijgen dan 10 pitchers, 10 jongeren uit Tilburg. Krijgen dan de gelegenheid om hun tofste plan... waarmee ze Tilburg op allerlei manieren beter willen maken. Toffer, gaver. Daar kunnen ze dan pitchen voor een jury. En de winnaars kunnen dan een bedrag krijgen van 500 tot 1000 euro voor de uitvoering ervan. Daarnaast kunnen ze ook een stuk begeleiding krijgen bij de realisatie ervan. Wauw, en dat is het bedoel voor jongeren. En op welke leeftijdsklasse hebben we het dan? Halima wil meedoen. Ja, ik... serieus? Okay. Ik wil even kijken of ik buiten de groep val. We richten ons hoofdzakelijk op 16 tot 27 jaar. Maar we willen ook nog wel coulant zijn richting de 30. Maar verder dan dat gaan we niet. Oh mijn hemel. Nou ja, dan mag je er nog een 10 ook? Jaar boven... Nou, dankjewel. Nou weet heel Tilburg hoe oud Halima is. Dan willen ze hem helemaal niet. Zij mag niet meedoen, begrijp ik. Even alle gekheid op een stokje. Want Renewed organiseert dit mee. Hè? Want ik heb begrepen dat jullie eigenlijk heel veel vrijheid geven aan de jongeren. Om dit ook echt in gang te zetten. Ja. En hoe doe je dat? Want je zegt, we geven wel een stukje begeleiding straks. Maar hoe realistisch zijn ideeën? Of laat ik het anders zeggen. Welke ideeën heb je al lang zien komen? Nou, er zijn al 3 edities geweest. Dus als je even een half uurtje hebt, dan ga ik ze allemaal... Een minuut misschien? pitchen? Wat zeg je? Kan jij even die ideeën pitchen voor ons? Welke ideeën heb je langs zien komen? Nou, ik heb... er zijn echt heel veel gave ideeën zijn er voorbij gekomen. Moet ik eventjes nadenken welke ik nou echt heel gaaf vond. Er is er eentje, maar dat is dan wel van de eerste editie alweer. Dat was zelfs nog voor corona, maar er was er eentje van de Podcast City, heette dat? Project. Wauw. Toevallig hou ik zelf ontzettend van podcasts. Maar dat heeft... dat was van Tyrone, was dat. Yes. Zijn achternaam, die verhaspel John ik Alloy. Altijd. John Alloy, ja. Geloof ik. En die had een heel gaaf project waarbij die allerlei aspecten van Tilburg in een podcast voorbij liet komen. En dat ging dan van inclusiviteit tot aan creativiteit. En daar is een podcast, die is nou op Spotify te vinden. Dat is wel mooie portretten van jongeren in Tilburg. Ik heb nog wel een andere die ik kan noemen als je wil. Ja, doe nog maar eentje. Er is een project geweest rondom plastic. Ik weet de exacte naam van het project weet ik niet meer. Want het was van de eerste of van de tweede editie. Waarbij eigenlijk heel creatief is nagedacht over hoe kun je nou het zwerfafvalprobleem een klein beetje op een leuke manier tegengaan. Dus dat je daar een bijdrage aan levert. Ja. En we weten allemaal dat in het spoorpark, voor degenen die daar regelmatig komen, dat het daar echt een griebe is. Struikelt er af en toe over, als je 's morgens komt. Ja, en gelukkig hebben ze een heel mooi team vrijwilligers. Ja. Wat het allemaal keitrouw opruimt. Maar het zou toch ook zo mooi zijn als de doelgroep die dat laat liggen, dat hij het ook zelf opruimt. En dan kan het soms helpen om net even een kleine toffe nudge te geven. Weet je, een kleine... Ja.
duwtje te geven in de juiste richting. Door het speels iets daarvoor te bedenken. En als ik jou zo hoor, dan zijn het dus ook echt super uiteenlopende dingen. Dus van zwerfafval tot kunst tot podcast. Hey, wat is jouw concrete oproep nu aan de mensen die luisteren? Kun je je nog aanmelden bijvoorbeeld? Ja, dat is denk ik wel de allerbelangrijkste oproep. Want ik heb eigenlijk twee oproepen. Okay. Eentje is, meld je aan als pitcher. Waar en hoe? Via stadsmakers013.nl. Dus gewoon stadsmakers en dan het getal 013 eraan vast.nl. Nou, dan wijst het zich vanzelf. En dan kun je ook van alles vinden over waar je aan moet voldoen, et cetera. Is allemaal niet kei ingewikkeld. Nice. Nou, dan kun je je aanmelden. En we zoeken nog pitchers. Dus, En welke juryleden moeten we overhalen, Lois? Daar is Ben. Oh, dat is Ben. Oh. Ben, is dat Ben Smit, of niet? Ja, zeker. Oh, hoi Ben. Nou, dat hangt er vanaf... daar bel ik je straks nog wel eventjes over. Volgens mij is iemand die zich aanmeldt. Ja, jongens, dit bespreken we na de uitzending. Ja, wat is jouw tweede oproep, Louis? Nee, voor vrienden heb ik speciale tarieven. Maar nee, alle gekheid op een stokje. De juryleden, die zijn onomkoopbaar. Die zijn kei neutraal. En wij hebben er zelf ook helemaal geen invloed op. En dat is kei fijn. Jouw oproep is, ben je tussen de 18 en 27, meld je aan als pitcher. Aanmelden. Ja. Aanmelden. Superleuk. Ja, en we gaan allemaal kijken. 16 zelfs. Is de ondergrens 16. 16? Tot en met... Oké, okay. En we gaan allemaal kijken 10 juni. En als ik het goed heb begrepen, zij zijn online en jullie jury fysiek, hè? Dus we zijn allemaal coronaproof. Ja, het is zo. We zijn de pitchers, die zijn op locatie samen met de jury en met de hosts. Die zijn dan bij Helicon, zijn ze. Mm-hmm. Daar gebeurt de show. En dan wordt dat heb je een livestream op Facebook. Facebook.com en dan /stadsmakers013. Hè? Dus daar kan dan het publiek meekijken en reageren. Oké, okay, te gek. Nou, ik ga het presenteren, dus het wordt allemaal helemaal enig. Ja, ik wilde het niet verklappen, maar dat is wel een van onze vele troeven. Is dat. Ja, misschien kan Ben jou omkopen. Ja, dan, Ben, mij kun je omkopen hoor. Dat is niet eens zo duur. goed, heel erg bedankt. Heel erg bedankt, Lois. Yes, heel erg bedankt. En dan moeten de luisteraars dus nu even gaan kiezen waar ze... Of misschien kunnen we het een beetje opsplitsen, zeg maar. Dat, Ja, het is eigenlijk allebei wel in hetzelfde straatje, hè? Of niet? Daar gaan we luisteren naar Full Color, het programma, of gaan we naar de pitch kijken? Kun je het programma van Full Color ook nog terugkijken? Is wel de bedoeling. Dus dan kunnen we ons allemaal opdelen op 10 juni tussen deze twee leuke... En hoe laat start het event? Het start om 19:30, van 19:30 tot 21:30. En als je aanmeldt, dan krijg je een link doorgestuurd waar je... Zoals we daar nu helemaal aan gewend zijn. Hè? Heel benieuwd. Hey, Loetie belde net vanuit een ouderwetse telefooncel. Loetie is ongerust. Die staat met zijn camper op de hei en hij heeft geen internet. Oh echt? Dus we missen hem. Ja. Ach, en Loet, die heeft nog zo... Die wilde echt zeker iets vertellen. Ja, hij was helemaal enthousiast. Nou, zeg maar tegen Loet dat hij volgende week weer mag komen. En dat hij dan over zijn... Dat hij met de camper maar gewoon terug naar Tilburg rijdt. Precies, dan mag hij komen. Oké, nou, dat is jammer. Maar wat we dan wel gaan doen... Naar Jay. We gaan verder naar Jay. Kijk. Jay, even kijken. Zit de Clubhouse? Je moet even je microfoontje uitdoen of aandoen. Kijk, want even een introductie. Ja. Jay is een eigenaar van een sportschool in Tilburg, als ik het goed begrijp. Manager. Een manager, pardon. Ja. En we hebben net al met Ben... Ik denk dat we heel, heel hoog en groot... Ja, dat is alleen maar goed, joh. Dan zijn we even helemaal onder de indruk hier. En we hebben net gesproken met Ben Smit van City Marketing. En die vertelde over dingen die er dit weekend te doen zijn. En dat is onder andere, als ik het goed zeg, een soort route waar je allemaal frikandellen kunt eten. Dus om even de gezonde balans... Ja, dat was balans... een frituurroute of zoiets. Ja, precies. Dus dat, een soort van frituurroute. Welkom bij jou. Dat is niks voor Jay, want als iedereen in Clubhouse even naar zijn pik kijkt, dan... Ik zie een zeer gespierde Nee, maar dat is inderdaad even mijn bruggetje, want Jay is dus een beetje de gezonde nuance in ons programma van vandaag, want Jay is een sportschoolmanager. En vanaf 2 dagen geleden, als ik het goed zeg... Zijn die sportscholen weer open? En ik zag op het nieuws mensen... Ja, gefeliciteerd. Die... Jeetje, hoe lang zijn jullie dicht geweest? Wij zijn eigenlijk officieel vanaf november... Nee, eigenlijk niet. Wij zijn open gebleven.
Oh. Omdat, ja, want wij hebben een eigen terrein waar wij dus een tent hebben opgezet van 10 bij 15 meter. Toen hebben we gewoon alle fitnessapparatuur buiten onder de tent gehuisvest. En toen hebben wij gewoon doorgegaan. Oh, je zijn gewoon in de mazen van de wetten gaan zitten. Wauw. Wat goed. Wat goed. Ja. We zeiden toen van, ja, weet je, we gaan, als het buiten mocht het wel. Dus toen hadden we zoiets van, ja, weet je, we gaan het gewoon doen. Omdat wij heel veel trouwe leden hebben die ondanks de lockdown toch hebben doorbetaald. Ah, ja. Toen hebben we gezegd, oké, dan gaan we binnen dicht, maar buiten open. Hé, hey, en merk je aan mensen, want bij jou konden ze dan natuurlijk nog doorsporten, maar in het algemeen, denk je dat mensen veel minder zijn gaan sporten of veel ongezonder zijn gaan eten door de hele crisis? Of denk je dat het meevalt? Ja, helaas wel. Heel veel hebben het geprobeerd vol te houden vanaf het begin. Ook ikzelf hoor. Ik heb daar best wel moeite mee gehad. Omdat je wel merkt dat ook al train je thuis of een alternatieve training. Je doet online wel eens een lesje mee of je gaat op YouTube of zo. Ja. Dat het dan de eerste week heel hard gaat. En dan daarna zoiets van, nou ja, weet je, ik pak hem later wel weer op. En van dat later komt er dan op een gegeven moment niks meer. Ja, waar ligt dat aan, denk je? Ja, het sluit er stiekem toch wel weer in, omdat je aan de ene kant misschien, omdat je alleen bent, hè, dus om jezelf te motiveren is vaak moeilijker dan wanneer je met z'n tweeën bent of met meer man. Er komt van alles tussen, omdat heel veel mensen ook vanuit thuis moesten gaan werken, dus die denken, ja, die kregen heel veel werkload en ja, die hadden dan op een gegeven moment geen tijd meer. Ja, ja, en dan op een gegeven moment om het dan weer op te gaan pakken. Je ziet je gewichten wel liggen, maar je denkt dan van, ja, weet je, laat maar, ik haal het wel weer in. Wanneer dat weer herken ik heel erg, ja. Ik ja, want, ja, ja, enorm. Ja. Wat ik me afvraag is, want we hebben net Angelique gesproken, en of je hebt gehoord, maar die had het over heel veel regeltjes. Ja. Geldt dat voor jullie ook? Want mag iedereen gewoon weer vol gespierd op de hardlopen? Nee, nou ja, iedereen niet. Je mag, binnen mag je dus maximaal 30 man hebben in één ruimte. Nou is onze gym zodanig ingericht dat wij 4 areas hebben. Dus we hebben 1 grote ruimte. Het was voorheen was het de karwei. En dat is dus omgesteld tot fitnesspaleis, zeg maar. En we hebben dus 4 ruimtes of 4 areas in 1 ruimte gecreëerd. Dus je hebt dan een kracht area, de box area waar dus een ring en ook bokszakken zijn. En je hebt een functional area waar je dus bootcamp, HIIT trainingen doet. En je hebt een cardio area. En dan is het afgebakend, zeg maar. En het is afgebakend, ja. We hebben dus een looproute gecreëerd. Dus ook alles op 1,5 meter zo ingericht, zeg maar. We hebben van die afstandhoud stickers op de grond geplakt. Ja. Die gele eigenlijk stickers, de dingen die we eigenlijk in het dagelijks leven ook zien, zeg maar, overal. Zien, ja. Hey. Ja, dat hebben we gelukkig kunnen toepassen bij ons op de locatie. En Jay, heb jij ook nog tot slot een soort van oproep aan alle mensen die totaal zijn ingekakt het afgelopen half jaar? Ja, of een speciaal corona-programma. Ja, precies. Of even een motivational speech. Ja. 10 seconden. Ja, inspiratie. Wat we gaan doen, sowieso. Ga naar sportpiazza.nl, dan zie je sowieso alles. Ga ook op Sportpiazza op de Instagram. En nu even zonder reclame. Nu even zonder reclame. Nee, wacht, er zit ook een ladies gym. Daar wil ik me voor aanmelden, heb ik gehoord. Juist. Daar gaan we naartoe. Daar zit een ladies gym. Gewoon komen. Dat is speciaal voor de dames. Jullie zijn allemaal van harte welkom. En 7 dagen per week trainen nu? 7 dagen per week. In het weekend alleen tot 1 uur. Maar de rest van de week 8:30 tot 10 uur 's avonds. Nou, ik ga het even overwegen. Ik ga even overwegen of ik dit ga doen of met de frikandellenroute mee ga lopen. Ze kunnen we niet een soort challenge doen, Amber. Je kunt ze combineren. Je kunt de frikandellenroute doen en dan kom je daarna naar mij. Dan moeten ze extra betalen natuurlijk. Dat spreken we af, Jay. Hé, hey, dankjewel. Dat is goed. Nee, heel erg bedankt. Dag gedaan, lady. Dag. Doei. Dankjewel. Hoi, hoi. Dag. Doei. Ja, ik schaam me dan als ik met zo'n sport. Echt frikandellen, Amber, sorry. Ja. Maar het kan gewoon niet. Ik heb echt zo niet gesport het afgelopen half jaar dat ik gewoon. Nee. Ik had telkens een hele goede poging. En dan, nee, ja. Ja, ik heb ook wel een aantal keer echt op de mat gezeten, Maud. Maar ja, nee. Nee, ik denk dat ik, maar ook heel veel mensen in mijn omgeving, en ik weet niet of jullie dat herkennen, hadden zo'n soort van corona-sadness van, ja, ga gewoon lekker op de bank en zak paprika ribbels. Is ook chips, veel lekkerder uiteindelijk. Goed. Corona. De kaken hebben in ieder geval goed hun werk. Ja, zeker. Die zijn zeker zo dik. Maar goed, Jay inspireert me wel ja, weer. Ja, jeetje, die man heeft wel power weer, in zijn stem. Hey, ja, ik had nog een vraagje aan jou, want ik keek, op jullie LinkedIn schreef je ook een stuk over
de inclusiviteit bijvoorbeeld bij de gemeenteraad, zeg maar, of de afspiegeling, zeg maar, van politiek. Mensen, ja, van de politiek of mensen in het gemeentebestand. Het hele gemeentelijke apparaat, ja, het inderdaad. Het gemeentelijke apparaat. Ik vraag me zo af, hebben jullie bepaalde thema's of onderwerpen waarvan je denkt, ja, daar gaan we als eerste echt mee aan de slag, zeg maar, binnen het platform? Nou, we willen wel wat meer gaan doen met de bijeenkomsten natuurlijk. Maar dit is gewoon een gegeven. Hè? Het is denk ik voor het eerst afgelopen verkiezingen geweest dat er zoveel mensen van kleur op de lijst stonden. Van verschillende partijen. En als je kijkt... In Tilburg of bedoel je landelijk? Nee, landelijk. Want de afgelopen landelijke verkiezingen. Ja. Is voor het eerst geweest dat er echt zoveel mensen van kleur... Dat heeft ook in alle kranten gestaan en dat was opmerkelijk. Lokaal is het nog redelijk wit. Ja, het is gelijk een oproep aan de Tilburgse politiek natuurlijk, hè, absoluut, jongens? Absoluut. Ik weet niet of de lijsten al samengesteld zijn, maar... Ja, en niemand komt meer weg met we kunnen ze niet vinden of we weten niet waar ze zijn. Want dat is wat je continu te horen krijgt. Ik denk dat die drempel om te denken, oh, ik mag ook in de gemeenteraad of zo, dat ook best wel spannend is. Dat je niet denkt, oh, ik kan me gewoon daarvoor aanmelden. Terwijl ik toch wel de laatste tijd Als je geen rolmodellen ziet, dan voel je niet aangesproken. Ja, nee, maar dat is het ook. Wanneer het je niet herkent in de samenstelling, dan is die stap inderdaad echt wel heel groot om te zetten. Ja, maar precies. Is Full Color de Tilburgse nieuwe politieke partij geen idee? Oeh, alleen maar. Nee. We blijven. Maar waarom niet? Want een burgerinitiatief. We blijven een. Nou, ik denk dat het juist het toffe is van een burgerinitiatief dat je ongedwongen overal over mee kunt praten en juist ook dingen kunt initiëren. Met politiek ben je toch wel weer gebonden aan. Hè? Als je, dat is ook wat ons heeft weerhouden om subsidie of wat dan ook aan te vragen. We willen onafhankelijk kunnen opereren en gewoon lekker vragen kunnen stellen. Ja, precies, en zoals ik jullie interpreteer, wil je het juist overal, bijna in elke partij doorvoeren en niet... Wij willen gewoon representatie. Ja, overal. Om het heel simpel te zeggen, ja. Ja. Hey, maar stel dat nou op dit moment luistert natuurlijk iedereen mee, hè, zowel politiek als burger. Zou jij ook even willen pitchen? Ja. Oh, oproep. Waar zit het hem in en waar moeten we naartoe? Misschien kan je ons een stip op de horizon schetsen. Nou, ik weet niet of dat mij heel snel lukt. Maar ik denk dat zolang we het gesprek met z'n allen aan kunnen gaan over diversiteit, over inclusie, zonder dat we... schroom voelen fatsoenlijk met elkaar het gesprek aan kunnen blijven gaan en met elkaar kunnen nadenken hoe kunnen we onze stad nog mooier maken dan het is en inclusiever, hè, om daar maar eens terug op te komen, dan zijn we denk ik al op de goede weg. Ja. En daar hebben we elkaar voor nodig. Ja, en dat bespreekbaar maken ben je nu heel erg goed mee begonnen. Ja. Door Full Color, door hier te zijn, door die 10e natuurlijk. Dus daar ben je heel actief mee bezig. In ieder geval. Dat is heel tof om te zien. Ja. Mooi. We stelen bijna Lois een idee. We maken zelf een pitch night hier. Precies. Ja. Alleen wij hebben geen geld om natuurlijk weg te geven. Nee, dat is waar. Maar we hebben wel veel energie. Publiciteit. Ja, precies dat ook. Hey, in Clubhouse zit Rozemarijn. Rozemarijn Audians. Ja. Kijk, hi. Welkom. Dit is een bijzonder verhaal. Bepaald protest vanavond. Kun je daar iets over vertellen? Ja, klopt. Tilburg Cowboys, kunstenaars, collectief uit Tilburg. Jullie wel bekend waarschijnlijk. Zeker, ja. Fan. Heel goed. Wij hebben een protestperformance georganiseerd vanavond. In samenwerking met Theater Tilburg en Fonds Hogeschool voor de Kunsten. En Ben refereerde er aan het begin al eventjes aan. Precies. Dat was iets te snel. Ja, precies. Hij kaapte het bijna weg natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Onze performance heet The Red Light Orchestra en zal plaatsvinden bij Theater Tilburg. Het is een statement voor de kracht van cultuur. Wij willen heel graag als kunstmakers weer aan de slag en willen een statement maken dat de kunst- en cultuursector van groot waarde is. Ja. Juist nu de samenleving weer open gaat,
is het van belang dat... Kun je ons even meenemen in hoe dat eruit ziet, dat protest? Is het iets fysieks? Is het iets wat, waar iedereen naartoe kan? Of online? Ja, nou, er mag natuurlijk volgens de maatregelen nog steeds... mogen de concertzalen en noem maar op allemaal nog niet open. Het performance zal plaatsvinden in de concertzaal, maar is van buitenaf te volgen. Het zal een muziekperformance zijn en de muziek wordt buiten uitgezonden. En iedereen kan dus buiten meekomen luisteren en kijken. En, dus voor mijn beeldvorming, ik kan gewoon langs de Schouwburgring en langs de Rode Lampen ook, of niet? Ja, want Roos, ja. Even een stapje terug. Want jij vertelt het nu een beetje braaf. Maar wat ik lees is sekswerkers wel aan de slag, muzikanten niet. Uit protest open Tilburgse concertzaal Peeskamer. Ja. Dat klinkt toch iets anders? Dat klopt. Wat is een Peeskamer? Een Peeskamer is... ik heb er allerlei fantasieën bij. Ja, precies. Nou, heel spannend. De feestkamer is de werkplek van een sekswerker. En zoals jullie misschien wel weten, zijn bij de laatste versoepelingen van de lockdown mochten als laatste categorie van de contactberoepen mochten de sekswerkers ook weer aan de slag. En wij sympathiseren met deze beroepsgroep. En wij willen graag ook weer aan de slag. En daarom hebben wij... de beeldtaal geleend. En zullen er de rode lampen schijnen vanuit de concertzaal. Ja. En daar zullen de muzikanten die voor deze avond zijn omgedoopt tot muziekwerkers te zien zijn. Ja, heel mooi. Spelen zijn achter de rood verlichte ramen. Dus, ja, ik vind het zelf, ik zag het artikel voorbij komen en ik vind het zelf echt een super geinig idee. En ik moet zeggen, ik werk zelf ook in de culturele sector en die vergelijking wordt inderdaad wel vaak gemaakt van waarom mag de IKEA wel open en wij niet? En, ja, want waarom hebben jullie dan gekozen vooral? Want het is natuurlijk, ja, je kan ook een iets wat minder... een genre of in ieder geval een beroep. Ja, een ander beroep kiezen. Waarom de sekswerkers specifiek? Nou, we hebben je zou inderdaad ook kunnen kiezen voor de CEO van of voor de weet ik, voor nee, bijvoorbeeld de bibliotheek. Of... Laten we even zeggen, we hebben het over cultuur. Ja. Waarom mag de BIEB wel open en waarom de sekswerkers? Wat ik al zei, wij sympathiseren met de sekswerkers. En wij zien ook heel veel overeenkomsten tussen kunst- en cultuurmakers, muzikanten, performers en sekswerkers. Het zijn allebei sectoren waar veel klappen zijn gevallen in de coronacrisis. Die allebei geen duidelijk voorrang krijgen bij... bij het maken van de regels. De politiek heeft weinig oog voor beide sectoren. En in die zin voelen wij dus een bepaalde verwantschap daarmee. En willen wij dus een soort collab. zo zou je het misschien kunnen zien. En er is ook wel, daar doen jullie denk ik op, er is ook vanuit de... sekswerkers wel kritisch gereageerd op ons op ons wat zeggen zij dan wat we willen maken dat ze hebben moeite met dat wij hun beeldtaal gebruiken en dat het een soort wij-zij verhaal worden, maar onze boodschap is echt heel duidelijk dat wij een statement willen maken voor de kracht van cultuur en om vooral die nieuwe vrijheid die er nu aan zit te komen, om die te benutten, om kunst en cultuur te gebruiken. Ja. En het is ook wel waar dat de culturele sector gewoon continu overal achteraan mag sluiten en op een gegeven moment bijna niet eens meer genoemd wordt in persconferenties. Dus is er ook een reactie gekomen? Ik bedoel, aan wie is het nou eigenlijk specifiek gericht? Is het eigenlijk gewoon een breed geluid? Of Hugo, wanneer wij richt? Nou, Hugo moeten we eigenlijk voor bellen. Maud. Nog steeds, hè? Nog even bellen, want... Hugo de Jonge heeft zich natuurlijk laatst vrij ongenuanceerd uitgelaten over de culturele sector. Door te zeggen dat je een dvd'tje thuis ook kan opzetten. En dat we nog best eventjes zonder concerten en live performances kunnen. Ongelooflijk. Ja. En daar is eigenlijk dit een statement tegen. Want het getuigt van flinke minachting voor de hele culturele sector. Ja. En wij vinden dat we dat niet over ons kant kunnen laten gaan. Ja, ik vind het een heel mooi statement. En tot slot, mag dit wat jullie vanavond gaan doen? Of ben je bang dat de handhaving voor de deur staat?
Nee, het is een performance die van buitenaf zichtbaar is. Gewoon vanuit de openbare ruimte, vanuit de openbare weg. En je hoeft er niet voor de concertzaal in. Dus, oké. Ik dacht dat je ook echt een soort van hokje in zou moeten of iets dergelijks. Maar goed. Nee, het is van buitenaf. Wel om iets aan, wel om seks te hebben. Dan mag je erin. Ja, maar dat kan niet in de concertzaal. Kort, hoe laat, waar, hoe, wanneer? Precies. In de concertzaal, als je de concertzaal aan de stad Schouwburg, aan de Schouwburgring, daar zitten een aantal grote ramen, een beetje op hoogte, zeg maar, boven de Fonds, Hogeschool voor de Kunsten. Daar is van buitenaf duidelijk zichtbaar, zal de performance plaatsvinden, tussen 9:30 en 9:30 vanavond. Kunnen mensen ook iets horen? Ik bedoel, gaan er boksen buiten staan? Ja, zeker. De muziek wordt naar buiten toe versterkt, dus zal van buiten af te horen zijn. Nou, ja. Amber, kan jij daar je frikandellen eten? Ik ga er sowieso naartoe. Ik heb er helemaal niet. Met je frikandel die kant op en dan morgen door naar de sportschool. Zo is dankjewel. Heel mooi initiatief van de Tilburg Cowboys again. Ja, dankjewel. Is goed, graag gedaan. Hey, en we zitten al bijna de tijd. Ja, je ziet dat normaal. Dit zo snel ging. Ja, dat, dat je voorbij, denkt dat het een uur lang is. Hè? Dan denk je dat, we gaan er toch een uur over praten. Nou, uiteindelijk staat Ron echt de hele tijd te schijnen dat we weer uitlopen. En dat we veel te lang ouwe hoeren. Ik heb ook het gevoel dat we Hodo eigenlijk nog niet eens helemaal goed hebben doorgejast. Zo, met, om door te vragen wat ze nou precies gaan doen. Je hebt nog een paar minuten om Hodo door te jassen. Ik kom graag terug naar de bijeenkomst. Kijk. Nou, leuk. Wij houden het in de gaten. Ik heb me aangemeld. Ik zal er wel op terugkomen. Ja, fijn. En Piet die stuurt net wat foto's van zijn baard. Wauw. Oh, is wel 3-4 centimeter vanaf, als ik het goed durf te zeggen. En zit geen vlecht in of zo? Meegenomen. Nou, daar heeft hij geen haar meer voor. Sorry, Piet. Maar, de baard van Piet verschijnt zo op de Facebookpagina van Omroep Tilburg. Ja. En dan kan iedereen daar ook zijn mening over geven. Die is trouwens ook nog te rustig, mensen. Dus, Ja. Hey, nee, maar wel echt hele mooie initiatieven zo weer voorbij horen komen. Zo van allerlei dingen die er in Tilburg weer staan te gebeuren. Mooi, hè? En mooi om ook om jouw geluid te horen, zeg maar. Ja, dat is echt. Het is oorverdovend stil af en toe op dit soort thema's. Nou, het is ook belangrijk om inderdaad die bewustzijn wat meer aan te pakken. Dus dat is super tof. En ik ben heel benieuwd wat er 10 juni precies gaat gebeuren. En wat er dan allemaal. Want het voelt als iets dat ineens super groot zou kunnen worden, zeg maar. Nou, misschien is het idee om je daarna nog even te bellen, inderdaad. Ja, precies. Oh, dat is wel een goeie. Misschien de volgende week vrijdag update. Doen we. Telefoon. Okay, leuk. En Maud, is er in Clubhouse nog iemand die heel graag wil vertellen over wat er komende week nog in Tilburg te doen is? Het is rustig. Onze Ben is zelfs al zijn internetverbinding kwijtgeraakt, denk ik. Dus die is al weg. Nou, Piet, kun je iets over je baard vertellen misschien heel snel? Ben je er nog? Ja, ik ben ondertussen even mijn baard aan het vergelijken. Ik zit bij een heel gewikkeltje in de tuinstraat. En ik heb net een mok in mijn hand gedrukt gekregen om mijn baard te vergelijken met die van Willem II. Wat? Dat moet je even uitleggen. Ja, Willem II. Ik denk meteen aan Willem II. Oh, ja. Niet de voetbalclub. Ja, precies. Ik dacht het ook dus inderdaad. Een mok van Willem II. Ja, zo'n mok van hier adem ik vrij, Tilburg, Willem II. En dan zie je inderdaad echt dat hij... Ja, hij had dan zo'n hele kale kin en dan een soort baard onderaan zijn kin hangen. Dus ik heb wel echt een ander model. Heb je ook een olietje meegekregen voor je baard? Ja, een olietje, alles erop en eraan. Dus hij ruikt tegenwoordig hebben we daar een hele beautylines voor. Hè? Echt, jullie mannen gaan zelfs onze beautylines overnemen. Ik vind dat iets heel bijzonders, die barbiers. Ja, ik bedoel, ik snap ook wel dat mannen zo een... Dat het logisch is, want vrouwen hebben vaak geen baard. Maar het is ook zo dat vrouwen daar dus niet binnen mogen komen. En alleen daarom heb ik altijd als iets van, ik wil hier naar binnen. Mannen, dat het niet mag. Hey, maar Piet, er is ook echt iemand weggestuurd toevallig vandaag. Nee. Die vrouw wilde echt zijn. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, zelf een baardje. Ik kan wel alle mannen aanraden, als je ergens op vakantie bent en je wil echt even integreren, ga naar de lokale barbier en hartstikke leuk. Klets daar, is gezellig. Dus dat kunnen wij gewoon hier bij de radio-uitzending ook doen. Vanaf nu zit gewoon een vrouwenuitzending. Oh, dat is een goeie. En dan sturen de mannen weg. Want die barbiers kunnen wij ook. Zeker. Hey Piet, is die baard van jou ter compensatie van je hoofd, of niet? Ja, precies. Ik heb ooit de keuze gemaakt om boven kort onder lang, weet je wel. Beter. Volgens mij is het tijd om af te sluiten. Ja, ik denk het. Sorry Piet. Oké, samenvattend. Kun je je nog aanmelden voor de bijeenkomst op 10 juni via... Full color.
stadsmakers@tilburg.gmail.com. Perfect. Kijk. Voor stadsmakers 13 kun je nog aanmelden als pitcher. Als je tussen de 16 en 29 bent, Halima. Sorry. En verder, heb je nou deze week nog iets waarvan je denkt, dit moet volgende week in de uitzending, dan slide even in onze DM op Instagram of stuur ons een mailtje. En wie weet gaan we volgende week lekker met jou bellen. Heel graag. Heel erg bedankt, Ode, ja, dat we je hebben genoten van je bijdrage. Fijn dat ik er mocht zijn. Heel bedankt fijn. Voor de uitnodiging. Dankjewel. Check.